Waar we meteen invliegen, houden naar de wind met 1-0. Stefan, wat is uw analyse van de wedstrijd? Welk gevoel heb je bij deze wedstrijd? We zijn al een paar jaar hier geweest en getracht een goede resultaat en ook een goed spel te maken. Dat is al een paar jaar niet gelukt. En hadden we gezegd, kijk op voorhand, we gaan hier een goede organisatie neerzetten en kijken waar de ruimtes liggen en die ruimtes proberen te benutten. En dat is de wedstrijd geweest, goed georganiseerd, blijven ze proberen. We hebben in de eerste half drie keer alleen voor de keeper geweest, de juiste ruimtes benut hebben, afgemaakt. Daar tegenover waren er wel wat centers van Deinzen, maar geen gevaar in de eerste helft, was mijn indruk. Toch niet zo gevaar als Buitenhaven, ook een indruk. Tweede helft gaat Reggie wat herschikken. En we zien een man over achteraan, we hebben dat zo gelaten, hebben we dat middenveld een beetje anders aangepast. Dan kun je weten dat we moeten achter een bal lopen. Deinzen is een topper in onze reeks. Dat doen we nu een paar weken al en laten we tegenstander ook toe en proberen we dan de juiste en de rake counter te benutten, dat is ook gebeurd. En dan wordt de powerplay gespeeld en blijven we dan gelukkig overeind en blijft de 0-1 overeind. Dat stemt mij gelukkig. Uh-huh. Aan de andere kant ook niet, hè, de toestand van Deinzen. Zullen we niet dat Deinzen wint tegen ons en zo de barrage kan spelen zonder de evocatiecommissie af te wachten. Maar oké, ja, voetbal is voetbal natuurlijk. En daarmee zijn we aan de ene kant wel gelukkig, aan de andere kant een beetje ongelukkig. Want ja, liever Deinze dan Primo toch? Ja, Reggie, dus uw analyse? Ik denk het eerste kwartier dat wij 1 of 2-0 moeten voorstaan. De kansen die we er krijgen, we zien die naast Kop en Lennart zeker. Maar je weet dat het tegen een ploeg die niet 5 achterin en. Die spitsen die toch altijd de diepte opzoeken, met Martens erachter, die toch een jongen is met een goede pas. We hebben te weinig tegedaan, hebben twee keer ontsnapt ook voor een tegendoelpunt en onze keeper twee keer goed in de zak is. Mm-hmm. En het is ook al een tijdje geleden dat ik mij zo lastig gemaakt heb tijdens de rust, omdat ik vind dat wij na een kwartier zijn beginnen meespelen op het tempo van de tegenstander. En met alle respect voor Oudenaarde, dat is toch geen topploeg in onze reeks. En dan kun je wel het excuus inroepen van het veld. Dat we op voorhand al tegen een burgemeester gezegd dat er is totaal niet gewerkt op het veld. Maar dat mag niet alleen dat zijn. Ik vind dat wij veel meer talent lopen hebben. We hebben de tweede helft inderdaad herschikt met drie mensen achterin gaan spelen. Twee flanken goed open, diepe spits, we zien erachter. Maar dan vind ik nog dat wij eigenlijk de kans hebben weggegeven tegen het doelpunt. Arnaud die komt leeggedribbeld, de bal bijna als lekkere postbode in de briefbus gaat steken bij Christophe, bij Suarez. Balverlies, de omschakeling dekken we niet goed af. En dan pak je een tegendoelpunt dat je dan des te moeilijker wordt. Maar dan hebben we inderdaad overgeschakeld op powerplay, hebben we toch nog wel, mag toch wel zijn, een aantal kansen gekregen, maar altijd net niet. Ja, je kan niet blijven denken of hopen dat het altijd wel eens lukt in de laatste 5 minuten, zoals dat in het verleden al dikwijls is gebeurd. Het is ook de verdienste van de tegenstander, hè. Die hebben de bal goed weggetrapt en goed weggekopt en goed in het duel gehad. Maar ik vind het bedenkelijk voor mijn ploeg, en ik zeg het nogmaals, met alle respect voor Stef zijn ploeg, dat wij 0 op 6 hadden tegen Oudenaarde. Want we hebben vorige week een hele goede prestatie neergezet, niet alleen qua resultaat, maar ook qua voetbal, vind ik. En hebben we vandaag toch wel een aantal jongens het duidelijk laten afweten. En dan kan ik alleen maar verheugd zijn dat een jong talent als Robben van Steenkusten toch een goede invalbeurt heeft gemaakt. Terug wat swing ingebracht in de ploeg. En dat hoopt perspectieven naar de toekomst, dus ik denk dat we op die weg verder moeten blijven werken. Maar nogmaals, ik ben enorm ontgoocheld. Niet alleen omdat ik tegen Stef zo moeilijk kan winnen. Ik heb ook straks gezegd tegen de mensen aan de regionale tv. Maar ook vooral in mijn ploeg, omdat wij te weinig dash hebben getoond. Te weinig, je kan niet altijd met mooi, schoon, technisch voetbal. Je moet ook wel eens andere kwaliteiten aanboren. En ik vind dat we dat te weinig gedaan hebben. Als je toch wilt meespelen aan de top, waar we toch hard voor gewerkt hebben om er te staan, vind ik.
En dan hebben we veel te weinig getoond om dat dekkelke toch meer te brengen. Dus ik ben enorm ontgoocheld.